Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de teampresentatie van Team Nieuwkoot. Beste sportvrienden, vorig jaar begon ik mijn speech met winnen doe je samen. De vooruitgang die onze atleten boeken op dit moment, die is groot. En dat komt ook door de gezamenlijke trainingen hier op Papendal. Maar ook op Winterberg, op andere locaties, hè, waar we toch afgelopen zomer veel zijn samen geweest. Dit alles dankzij onze hoofdsponsor Nieuwkoot. Maar zeker ook dankzij alle andere sponsoren die bijdrage leveren aan onze sport. En we zijn ook heel blij dat Nieuwkoot ons draagt tot en met Cortina. We zijn het afgelopen jaar weer enorm gegroeid. En Wim is er heilig van overtuigd dat het iets te maken heeft met het feit dat wij sponsor zijn van de bobslee en de skeletonbond. We zijn actief op 3 continenten. Europa, Amerika en Australië. En we hebben 2 nieuwe continenten in beeld. Voor ons is grootte niet zo direct belangrijk, maar meer de beste zijn. Ik denk dat we daar zeker om de titel strijden. En dat is een eigenschap die we hopelijk een beetje ook delen met de atleten hier. Ja, wij zijn echt trots dat we deel mogen uitmaken van dat ambitieuze plan om straks bij de Olympische Spelen op ieder onderdeel een team vertegenwoordigd te hebben. Nou, de eerste keer was een historische voor ons als sleiers, want Kimberly hadden de eerste medaille ooit voor de bob- en skeletonsport. Nou, geen idee of dat iets met jou te maken heeft, maar de klik is al best wel lang daar, hè? Het is gewoon een mooie sport, het is een eerlijke sport. Het gaat over de sprint, het gaat over materiaal, het gaat over techniek. Ja, het heeft echt een plekje in mijn hart gekregen. En ik hoop dat we straks met een heel groot team naar Cortina kunnen gaan. Ja. En ja, als ik zie hoe groot de zaal nu is en wat de potentie is van de laatste jaren, dan denk ik dat we op een mooie stijgende lijn zijn. Het zou mooi zijn als we daar met deelnames en medailles weer met van terugkomen.